Dag lieve mensen allemaal en super welkom hier weer bij een nieuwe aflevering. En vandaag ga ik een bijzonder topic in het licht zetten. En dat is namelijk een stukje over verslaving. Verslavingsdynamieken, hoe komen ze tot in stand? Hoe wordt ermee omgegaan in de maatschappij? Waar komt het precies vandaan en wat hebben we nodig om die cyclus, die dynamiek echt te kunnen verbreken binnenin onszelf. Nu, verslaving komt in veel verschillende vormen voor. Dat zou zichzelf kunnen uiten in bijvoorbeeld verslaafd zijn aan drugs, aan roken, aan alcohol, ook voeding, op welke manier voed jij jezelf, is dat gezond of is dat niet gezond. Er staan echt heel veel verschillende vormen. Ook liefdesverslaving is ook een heel interessant topic. Komt ook veel meer voor dan we al wel eens denken. Maar er is ook nog een pornoverslaving, een seksverslaving. Anyway, wat het erop neerkomt is dat in de bron, in de basis, de diepe onderstroom is voor iedere verslaving hetzelfde. En dat is namelijk dat wij onszelf binnen in onze eigen pure kern, onze eigen essentie, dat wij onszelf daarin afwijzen. Dus dat we naar onszelf kijken, dat we een bepaald zelfbeeld dragen. Niet vanuit zelfliefde, maar een zelfbeeld dat een constante negatieve lading draagt. De negatieve lading die vertelt dat we niet goed genoeg zijn, dat we onszelf niet waardevol vinden, dat het toch allemaal maar niet uitmaakt, dat er toch niemand niet naar jou omkijkt. We voelen ons niet gezien, niet gehoord, niet begrepen. We voelen ons helemaal alleen. En niemand dat het iets uitmaakt. Dus, whatever. Als wij onszelf op die manier constant voeden met allerlei zulke gedachten die dus een constante negatieve lading dragen, we voelen ons onzeker, we voelen ons niet gelukkig met onszelf, dan voedt zichzelf dat alleen nog maar meer en een verslaving komt heel erg vaak tot stand op een manier waarbij wij onszelf, we wijzen onszelf af, maar we hebben dit al eerder ervaren vanuit een andere soort bron. En heel vaak is dat de opvoeding bij onze ouders. En we worden 20 jaar door hen opgevoed, 20 jaar krijgen wij allerlei beelden te zien, gedrag te zien ook van onze ouders. En we leren dus allerlei elementen van hen. Als wij constant te zien krijgen, of we worden als kind zijnde niet veilig gedragen, niet veilig opgevoed, we ontvangen niet de innerlijke tools die wij nodig hebben. En wanneer wij constant een beeld zien van onze ouders, die zichzelf in hun eigen emoties niet kunnen dragen, en die zichzelf ook verliezen in een bepaalde vorm van verslaving. Dus wanneer zij vluchten in bijvoorbeeld alcohol. Wanneer wij dat als kind heel vaak zien en wij groeien met dat beeld op en we worden nog eens emotioneel niet in onze behoeften voorzien, wat we als mens, wat we als kind allemaal nodig hebben om op te kunnen groeien. Als volwassen persoon vanuit een bron, vanuit vertrouwen, vanuit zelfliefde, vanuit innerlijke kracht. We kunnen de wereld aan. We voelen geen angsten of die zijn minimaal. En de angsten die we voelen kunnen we vanuit het zelfvertrouwen dragen. Als we dat allemaal niet meekrijgen, we zien die beelden van onze ouders en we voelen onszelf heel erg onzeker in onze eigen kern. Vinden onszelf ook niks waard. Zeker wanneer we dat ook nog veel gehoord hebben op een bepaalde manier van onze ouders.
door bepaalde uitspraken. Wat we dan gaan doen vanuit ons gedrag is dat we onszelf ook kunnen verliezen. Verliezen in ongezonde vormen, zoals ook het grijpen naar een bepaalde drugs. En hoe die verslaving er dus uitziet, dat had ik je daarnet al gezegd. Hoe die vorm eruit ziet, is allemaal verschillend, dat maakt niet uit. Maar wat jij onderweg als kind geleerd hebt, is dat als we grijpen naar zo'n bepaalde vorm, dat wel oké is. Want dat helpt toch. En we hebben het gezien van onze ouders. Dus wat maakt het uit? Niemand dat het toch ziet. Het ding is ook dat alcohol drinken, roken of vapen, nu de dag van vandaag tegenwoordig, is dat vapen. Het is ook allemaal maatschappelijk gezien, draagt het een bepaalde goedkeuring, een aanvaarding. Het mag er zijn. Een pornoverslaving, dan wordt er bijvoorbeeld heel vaak gezegd van, ah ja, maar dat is normaal. Porno kijken is normaal. Als wij die boodschappen vanuit de maatschappij ook constant op die manier ontvangen, dan hebben wij als mens heel veel moeite mee met het herkennen wat nog gezond gedrag is. En mogelijk niet meer gezond is. Waar ligt dan de lijn? Waar ligt dan ook de grens? Dus we moeten ook door die stukjes door. En dat is ook vaak de reden waarom we onszelf ook echt wel kunnen verliezen in die bepaalde vormen. Omdat het maatschappelijk toch oké is. Iedereen drinkt een glaasje. Iedereen rookt of iedereen vaped. Het is niet zo erg. Dus dan bewandelen we mee die paden. Maar als wij van binnen in onze kern uit niet voldoende tools hebben om ons vanuit een gezonde dynamiek te dragen, ja, dan kan dat echt wel helemaal transformeren naar een ongezond stuk, een toxisch stuk. En dan verliezen we onszelf daar volledig in. En dan wordt het een verslaving. Zeker wanneer wij ons vanuit onze eigen bron onzeker voelen. En wanneer wij er naartoe grijpen om een bepaald gevoel binnen in onszelf te willen verdoven. Een bepaald gevoel of ook allerlei gedachten. We willen die gedachtenmolen op stilzetten. Die negatieve stroom, die willen we onderdrukken. Dat is zoals we zeggen, we willen onszelf verdoven. Dan hoeven we het niet te horen, hoeven we het niet te voelen, hoeven we er niet aanwezig bij in te zijn. En dat is de reden waarom we er naartoe grijpen. Nu, het is heel erg belangrijk om te begrijpen dat het vertrekt vanuit een bepaalde zelfafwijzing. Die zelfafwijzing ziet eruit, ik voel mij niet goed genoeg. Ik ben niks waard of ik ben niet waardevol. Niemand die mij ziet. En zo verder en zo verder. Dat ziet er voor iedereen hetzelfde uit. Dus wat wij hebben te leren is te bewegen naar die bepaalde kern, naar die basis ervan. Naar die zelfafwijzing dus. Zodanig dat wij die zelfafwijzing, dat we die kunnen leren transformeren naar een vorm van zelfliefde. Want wanneer wij bij onze ouders bijvoorbeeld hebben ervaren dat we constant kritiek hebben ervaren, dat we niet de veilige liefde, onvoorwaardelijke liefde hebben ontvangen die we ten alle tijden als kind nodig hebben, wanneer we dat allemaal hebben gemist. Wat er dan met onszelf gebeurt als kind zijnde, is dat onze voeding van zelfliefde die stopt. En onze zelfcriticus, onze zelfafwijzing dus, die wordt geboren.
die start vanaf dat moment. En wanneer dat stuk binnenin onszelf alleen ook nog maar meer groeit, ja, dan kunnen we ons echt verliezen in bepaalde verslavingsdynamieken. Dus het heeft een bepaalde bewustwording nodig, een ontwaking nodig. Die ontwaking, die heb je zelf tegen te komen, te begrijpen van oké, wat ik hier aan het doen ben, is niet gezond voor mezelf. Hier kan ik niet mee verder, ik moet er hier iets mee doen of aandoen. Die eerste bewustwording, die is sowieso nodig. En dan heb je inderdaad te zoeken naar de juiste begeleiding daarin. Zodat je de juiste nodige handvatten, inzichten, tools kan ontvangen die jij nodig hebt. En wat er nu gebeurt in onze maatschappij, waarbij we dus naar organisaties dienen te gaan. Hoe noemt dat weer allemaal? Bijvoorbeeld als we willen stoppen met drinken. Hoe noemt dat weer? De AA? Zoiets? Dan ga je naar de... Ik kan het niet meer zeggen. In ieder geval, organisaties die jou vanuit de maatschappij... Dan moet je daar naartoe gaan. En de eerste oefening die je daar krijgt, is dat je... We kennen het ook allemaal in films en dergelijke. Dan moet je daar recht staan in een groep. En jouw eerste zin waarbij je jezelf moet voorstellen is de volgende zin. Bijvoorbeeld, ik zal het mezelf toepassen. Hallo, ik ben Christa en ik ben alcoholverslaafd. Je ziet mij hier al even op mijn tanden bijten. Want mijn visie... die ik hierover voel en die ik hierover draag, door dat te zien op welke manier jij jezelf moet voorstellen. Volgens mijn visie is dat de meest complete, foute techniek die op dat moment toegepast kan worden. Want het is een techniek die vanuit ons onderbewustzijn heel erg veroordelend werkt. Terwijl op dat moment jij zelf al die ontwakening doet. Je bent jezelf al bewust geworden van oké, ik wil hier iets veranderen binnen in mezelf. Ik ben mij er bewust van. Je zet die stappen. Je wil dat proces aangaan. En je wordt al meteen geïdentificeerd met een bepaald label. Het wordt al op jou gekleefd. En... wanneer wij niet begrijpen hoe het ego-bewustzijn werkt, wat is ongezond en wat is gezond, hoe werkt ons brein, op welke manier, hoe ons hart werkt, hoe ons lichaamsbewustzijn werkt. Net daar is het waar het zo compleet op misloopt. Bij ieder label waar wij onszelf mee identificeren, is een label waar het ego zich volledig op kan vastzetten. Dus dat is een deel binnen in ons brein. We hebben dat te leren begrijpen hoe dat werkt binnen in onszelf. We hebben allemaal een ego, allemaal gezond, allemaal ongezond. En als wij die kennis hebben, hoe we dat kunnen trainen, hoe het werkt, daar ligt jouw goud in. En dat is dus net wat er zo verkeerd gebeurt bij zulke organisaties. We worden meteen al gelabeld. Een label is ideale voeding voor het ego. Want het ongezonde deel binnen in ons ego vult zich enkel en alleen maar met iets waardoor het zich alleen nog meer kan gaan voeden met allerlei negatieve gedachtenstromingen. Dus het houdt de hele cyclus volledig in stand. En dat is exact de reden waarom mensen die zich laten begeleiden door zulke organisaties, dat is exact de reden
waarom zij zo vaak hervallen. En ik zeg zeker niet dat dit voor iedereen zo is, absoluut niet. Ik ben er ook helemaal van overtuigd dat er zeker ook mensen bij geholpen zijn, absoluut wel. Wat ik hier tracht te proberen verduidelijken, is dat de bron echt nog wel veel dieper zit. En dat als wij bepaalde delen binnen in onszelf willen erkennen, dat dat echt wel op een hele andere manier geactiveerd kan worden dan wanneer wij de verslaving dienen te erkennen en we ze door die techniek helemaal gaan identificeren met wie wij zijn, terwijl dat niet de bron is van wie wij werkelijk zijn. Onze gedachten zijn niet wie wij zijn. Maar als wij dat niet weten en wij vullen alleen maar die hele gedachtenstroom, ja, dan wordt dat wel wie wij zijn. We bepalen dan al iets over onszelf. Ik ben Christa, ik ben alcoholverslaafd. Dat is wie ik ben. Dus een grote kruis daardoor. Want wat wij voornamelijk hebben te leren, en laat dit voor iedereen de allergrootste levensopdracht en zielsopdracht zijn. Wat hebben wij hier met z'n allen allemaal te doen? Dat is dat wij onszelf allemaal ten diepst tot in iedere cel van ons lichaam, hart en ziel, we hebben onszelf allemaal echt heel erg graag te zien. Want vanuit die zelfliefde, liefde heelt altijd alles. Altijd. Dat is enkel en alleen mogelijk wanneer wij de activatie van zelfliefde tot in iedere laag van ons denken, van ons zijn, tot in iedere laag we die activeren door visualisatieoefeningen, door meditatie, door natuurwandelingen gaan toepassen, door het lichaam te activeren, zodat we kunnen loskomen van ons denkend hoofd en dat we terug de verbinding en voeling voelen met ons lichaam. Zelfliefde. Liefde, 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 liefde. En vanuit de meest liefdevolle plek vertrekken we altijd vrij van oordeel. En wanneer wij zelfliefde willen activeren, dan hebben wij dus ook al onze overtuigingen en ook oordelen over onszelf. Dan hebben we die allemaal aan te kijken en allemaal te verbreken. Dus dat is best toch wel een straffe start wanneer we onszelf al moeten voorstellen van hey, ik ben Christa en ik ben alcoholverslaafd. Ik vertrek al meteen van een enorm oordeel over mezelf. Hey, ik moet mezelf op die manier presenteren. Volgens mijn visie activeer je daar niet meteen een vorm van zelfliefde. Integendeel, als ik mezelf dat zo hoor benoemen en zeggen, dan activeer ik veel eerder schaamte, schuldgevoel, oordeel. Nog meer, ik ben niet goed genoeg. Ik faal. Zie mij hier staan. Jesus. Welke stem gebruiken we dan? Is dat de stem van liefde? Of is dat eerder de stem van zelfafwijzing? Nog maar eens meer. Ik ben Christa, ik ben alcoholverslaafd. Dus wat doet heel mijn energieveld? Wat doet heel mijn lichaam? Het stelt zichzelf klein op. Dat is wat het ook doet. Dus, mijn visie, mijn perspectief daarop is vertrekkend vanuit een staat waarin jij ontvangen kan worden.
ontvangen kan worden op een heel erg veilige plek. De erkenning en bewustwording, die eerste stap, die heb jij zelf al gezet. Door aan te kaarten, door open te delen van oké, ik heb hier nog te kampen met destructief gedrag binnen in mezelf. Maar ik ben bereid en ik geloof en wil in alles voor mezelf, wil ik dit gedrag, wil ik dit gaan doorbreken. Ik wil leren hoe dat kan. Die erkenning heb je zelf al gedaan. En dan is het ongelooflijk belangrijk dat je dit kan delen in een veilig veld. In een veld waarin jij ontvangen kan worden zonder oordeel. Waarin jij ontvangen kan worden met open armen. Waarin jij kan horen van, hé, we gaan dit samen doen. Ik ga jou het leren. Ik ga jou tonen hoe het werkt. Zodanig op een manier dat jij jezelf dieper en dieper leert kennen. Want het vraagt om heel veel zelfreflectie. Waarom doe ik wat ik doe? Wanneer word ik getriggerd? En vanuit het nu ook gaan kijken van oké, wat zijn mijn triggers? Daar allemaal zelf inzicht op krijgen. Maar ook van waar komt mijn gedrag vandaan? Dus je hebt daar bepaalde stukken voor nodig om dat allemaal echt te leren begrijpen. Want die zorgen allemaal voor antwoorden. En die antwoorden zorgen allemaal voor innerlijke rust, voor een bepaalde zelfaanvaarding. Het begrijpen van. En dan win jij aan heel wat innerlijke kracht en dus motivatie. Zachtheid, mildheid, liefde heelt altijd. En dat is wat jij echt volledig nodig hebt. Niet meer en niet minder dan dat. Want het is een feit. De wil, je hebt het zelf te willen in alles. Die begint altijd bij jou. En als jij het zelf wilt, van oké, hier, van dit ongezonde gedrag wil ik loskomen, dan is het leren. Ontvangen, juist met de juiste tools, helemaal afgestemd op jouw reis. Dat is ook super waardevol. Want iedereen zijn levensverhaal is uniek, is anders. Iedereen heeft ook andere methodes nodig. Dus zorg ervoor dat je in zo'n proces, dat je dat niet alleen doet. Dat je er niet alleen voor staat, dat je een stok achter de deur hebt. En dat is wat jou gaat doen transformeren en doet helen. Dat zal ervoor zorgen dat jij zal groeien. Dan kan jij bewegen naar een plek waarin jij echt na heel dat zelfinzicht, begrijpen waar het allemaal vandaan komt. Dat stuk is al een heel proces op zichzelf. Daar moet je eerst even helemaal doorheen. En vanaf dat moment, dan kan je echt met tools aan de slag. Afspraken aan de slag. Begrenzing, maar ook een innerlijke begrenzing. Dat zijn allemaal methodes voor. Dat heb jij te leren, trainen binnen jezelf. Maar daar heb jij echt iemand nodig die dat volledig kan uitleggen hoe dat werkt. Stap voor stap. Als ik met mijn klanten samenwerk, dan teken ik dat bijvoorbeeld helemaal uit. Ik schets dat helemaal uit. Met woorden, met plaatjes, noem maar op. Maar dat zorgt ervoor dat we kunnen leren, dat we het kunnen begrijpen. En zo kunnen we dat iedere keer laag per laag helemaal gaan verdiepen. Dat is het hele leerproces. En dan krijg je echt die tools om in jouw dagelijkse leven ermee aan de slag te gaan. En als tools, dan spreek ik over meditatie, visualisatie, maar zelfliefde, activatie. Als je dat allemaal niet kent, dan heb je dat voornamelijk te ervaren.
Want als je dat niet kent en je gaat die oefeningen niet aan, dan begrijp je ook niet waar het jou kan brengen. Dat proces activeert zich enkel en alleen door er voor open te staan en voor het daadwerkelijk te ervaren. En het is pas vanaf het moment wanneer jij ervaart van, oh wauw, oké, dat is dus wat jij bedoelt met lichaamsbewustzijn of het activeren of... Dat is enkel en alleen mogelijk wanneer je het gaat ervaren en wanneer je daar dus in begeleid wordt. Dat in combinatie met al het geleerde. Dus, ja, ik vond dat toch een bijzonder stukje om te delen. In de praktijk kom ik dat ook echt wel tegen. Verschillende vormen, liefdesverslaving ook, een stukje verlatingsangst. Ook heel erg interessant is dat we dan ook een bepaalde verslavingsvorm binnen onszelf kunnen ontwikkelen, waarin we een verslaving ontwikkelen waarin we constant controle willen uitvoeren over de ander. En dat wekt ook een bepaalde drang in onszelf op. Jaloezie bijvoorbeeld is ook een vorm van destructief gedrag binnen in onszelf. En wanneer wij daar niet over gaan leren, dan kan dat zo groeien dat dat echt ongezonde proporties aanneemt en dan wordt het een verslaving. En er zijn heel veel mensen die dit niet weten. En dat is exact de reden waarom dat ik dit stuk ook nog zo waardevol vond om met jullie te delen. Ik heb er eigenlijk nog niet veel over gedeeld. Echt over de term verslaving. Hoe zit dat? Waar komt het vandaan? Hoeveel vormen zijn er? En weet dus en begrijp dus dat het dus nog veel breder gaat dan dat, hè? En het eindelijke antwoord zit hem in liefde. Liefde heelt. Altijd. En je hebt daarin begeleid te worden in een proces waarin je dus leert om die zelfliefde te leren toepassen, te leren activeren. En dat is allemaal stap voor stap. Stap voor stap. Want dat is allemaal nieuwe materie. Moet begrijpen, we hebben niet geleerd in de bron om onszelf met onze emoties en gevoelswereld te leren verbinden. Wanneer we vanuit een kindtijd komen waarin we dat niet hebben ontvangen. Dan hebben we dat allemaal niet geleerd. Dus we weten ook niet hoe het allemaal werkt. Ik als mama zijnde, mijn kinderen zijn heel erg bevoorrecht. Want ja, ik heb hen altijd geleerd, als zij boos zijn, als zij verdrietig zijn, als zij, noem maar op, leer ik hen iedere keer opnieuw dat het allemaal oké is, dat het er mag zijn, dat het ruimte dient te krijgen. En ik leer hen ook op welke manier zij met boosheid kunnen omgaan of verdriet kunnen omgaan. Ik leer hen dat allemaal. Maar dat is een unicum, net zoals mijn dochter het zelf al zegt, van oh, mama, ik ben eigenlijk de enige in de klas. Ja, die kan vertellen dat ik zo een mama heb, zoals jou. En mijn kinderen zijn zich daar heel erg bewust van. Dus dat is wel heel mooi. Maar dat is wat je dus als volwassene allemaal hebt te leren. We hebben onszelf op een bepaalde manier te leren herprogrammeren, herop te voeden. Zeker wanneer wij in de basis heel wat hebben gemist. We hebben te leren hoe verbinden we met onze gevoelens, onze emoties. Wanneer zeggen we een stop tegenover onze gedachten? En hoe kunnen we dat leren transformeren binnenin onszelf? Dat hebben wij allemaal te leren. En dat is het hele mooie dat ik jullie
wil vertellen dat het sowieso te leren valt. En dat het dus echt heel interessant is om te weten dat iedere vorm van verslaving wat het nodig heeft om te helen, is dus die activatie van zelfliefde. Leren om voor jezelf te zorgen. Als je met verlatingsangst kampt bijvoorbeeld en je zit in een toxische relatie, dan heb je leren om comfortabel te worden met bijvoorbeeld alleen te zijn. En alleen zijn, we zijn nooit alleen. Want ik ben zelf ook alleen, ik heb geen partner. Dus ik ben nu ook al 2 jaar alleen. En ik voel mij in de bron en in de essentie niet alleen. Dus er zijn zoveel diepe laagjes, lieve mensen, zoveel diepe laagjes. Maar dat is wat je dus echt allemaal wel hebt te leren. Dat is een proces dat vraagt om innerlijke verantwoordelijkheid. En dat heb je dus aan te gaan om die patronen, overtuigingen en gedachten allemaal te leren loslaten. En om jezelf ook in de toekomst vanuit die innerlijke toolbox te leren dragen. Dan kan jij in de toekomst iedere soort situatie, dat kan je handelen. Dat kan je aan. Omdat je weet hoe je jezelf daarin leert te dragen. Je weet dat dan. Je hebt het dan geleerd. Dus zo, super interessante materie. Voel maar even lekker door. Als jullie er vragen over hebben, laat dan zeker mij iets weten in de commentaren. Ik vind dat altijd heel fijn om dat te ontvangen. En ik beantwoord ook iedereen heel erg persoonlijk. Dus wens ik jullie een super fijne dag en tot gauw weer. Ciao!